Wil de staatssecretaris hierop reageren? Als dat niet het geval is, geef ik het woord aan de heer Van Nispen. Voorzitter, noem mij ouderwets, maar ik vind het heel normaal dat we onze kinderen leren dat ze eerst moeten sparen voordat ze iets kunnen kopen, voordat ze hun geld uit kunnen geven. En waarom staan we dan toe dat koop op afbetaling en jezelf in de schulden steken straks alom tegenwoordig is in het straatbeeld en dat je daartoe kunt worden uitgenodigd en dat straks de normaalste zaak van de wereld is? Ik vind dat niet normaal, voorzitter. En als de staatssecretaris zegt, ik vind dat eigenlijk ook niet normaal, waarom doet zij dan zo weinig tegen deze schuldenindustrie? Want het is het verdienmodel van deze bedrijven om winst te maken op die rentes. Dus ze hebben er belang bij dat mensen niet tijdig betalen, zodat mensen ze daarna meer moeten betalen, die rente moeten betalen, ja. Mensen in de problemen komen. We weten allemaal, waarom wordt die schuldenindustrie eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd voorlopig? Ja, ik snap, voorzitter, ik snap de zorg en die heb ik ook. En ik sta denk ik ook hierin naast u in ieder geval, of naast misschien wel de hele Kamer, als we het hebben over de afbetaling het kopen op afbetaling die ook jongeren kunnen doen. Dus die gesprekken worden wel gevoerd. Zover als dat ik nu kan gaan, zover kan ik gaan door te zeggen dat we ook nog... Nou ja, we proberen dat deze week te doen, maar echt wel zo snel mogelijk. Want deze week, het is vandaag alweer dinsdag. We proberen echt het gesprek ook aan te gaan met deze aanbieders om te kijken wat we nog meer kunnen doen. Zij hebben in ieder geval een gedragscode die erop moet toezien dat de leeftijd wordt gecontroleerd. Dus het is niet zo dat er niets is en dat we ook niks doen tot aan 2026. Dat is dus niet het geval. Laat ik dat ook wel helder stellen. Maar ik zie en voel ook de urgentie van, maar het kan dan misschien toch plaatsvinden. En hoe zit al die controlefunctie? Dus daar gaan we toch ook in de gesprekken, gaan we daar echt nog meer op inzoomen, zodat we op heel korte termijn die touwen ook strakker kunnen trekken. Voorzitter, het is mij duidelijk. Deze staatssecretaris en daarmee dus deze regering vertrouwt op zelfregulering van die sector, die er dus belang bij heeft eigenlijk om mensen in de problemen te brengen, daar ook aan te verdienen. Die schuldenindustrie die wordt hiermee dus groter. Dus we gaan vertrouwen op de zelfregulering van die bedrijven die eraan verdienen. We gaan vertrouwen op het gesprek. De zelfregulering, het gesprek. Maar wie maakt hier nou de dienst uit? Zijn dat nou die betaaldiensten of is dat deze staatssecretaris? Waarom kan zij niet eerder met wetten komen? Voorzitter, het gaat laatst vaak over crisis, noodtoestand, spoedwet. Ik wil daar niet het raak mee steken, maar er is van alles mogelijk. Als er een wil is, is er een weg. Dus kom op, staatssecretaris. Voorzitter, ik hoor de urgentie en in die urgentie gaan we ook dat gesprek voeren. Maar los daarvan komt ook binnen 2 weken komt er een kabinetsreactie hierop. Hoe we überhaupt dit mee gaan nemen, ook in de hele schuldenaanpak. Want het is veel breder dan alleen waar we het hier nu over hebben. Dus die reactie en die regierol mag u van ons verwachten. De Krul van het CDA. Ja, voorzitter, is je klant klaar voor het product, maar niet voor de betaling? Kies voor Klarna. Of